Goedendag. Kleefkruid. Het spul dat overal aan blijft plakken. Ik vond het eerst rotzooi, ik haal het altijd weg. Maar je kan er thee van maken. Je kan het ook zo rauw opeten, maar dat is niet zo heel erg lekker. Maar het kan wel als het moet. Je kan het beter eerst even koken en dan opeten. Je kan er zelfs koffie van maken. Maar vandaag gaan we er thee van maken. Dus we gaan wat plukken. En dan neem ik het mee naar binnen. Als je denkt, wat hoor ik nou? Er zijn de schapen achter me. Tot zo. Wat aardbeien uit de tuin. Oké, nou, ik heb er kleine stukjes van geknipt. Ik heb water opgezet. Water koken. Je kan ook voor kiezen om alleen de blaadjes te gebruiken. Maar dit plantje is eigenlijk in zijn geheel te eten. Dus je kan het gewoon zo in zijn geheel ook gebruiken in je thee. Even wachten tot het water kookt. En dan kom ik weer terug. Water kookt. Dan gooi je het erbij. En nog de 3 aardbeidjes uit de tuin gooi je erbij. Dat hoeft niet. Maar ik vind dat iets lekkerder. En dat laten we zo eventjes, ga zo even roeren. En dan een minuutje of 10 eventjes op zacht vuur. En dan kom ik weer terug. En hij is klaar. Nou zou het zo in je bekertje kunnen gooien, in je kopje. In zijn geheel, want er zitten niet zo heel veel frummeltjes in. Maar ik doe het even door een zeefje. En dan gaan we het zo lekker proeven. En een lekker bakje thee. Het is heel gezond. Het werkt ontgiftigend voor je lichaam. Bloedreinigend. Maar het doet ook het bloed een beetje verdunnen. Dus als je al verdunners gebruikt, dan niet te veel thee drinken. Je zou er een beetje citroen in kunnen doen of honing. Ik heb er... Even proeven. Ja, lekker. Ik heb dus die aardbeien erin gedaan. Dat maakt de smaak toch even wat lekkerder. Veel plezier!